De melkcentrale Paramaribo probeert de consument in deze periode tegemoet te komen en heeft besloten de producten zelf aan de man te brengen. Volgens Wiresh Ramlakhan, medewerker van de melkcentrale, wil het bedrijf het makkelijker maken voor de klanten. U kunt nu gaan kijken naar een verslag van Sifra Goudland, verslaggever bij ATV. Kijkers, in deze COVID-situatie denkt de melkcentrale Paramaribo een beetje innovatief. Zij gaan naar ministeries, bedrijven toe om hun melkproducten te verkopen. Ook wij hier van ATV hebben een paar gekocht. Ik heb net, dankjewel, vla, melk en flevolmelk gekocht. Dus alsjeblieft. En heren, vertelt u waarom heeft de melkcentrale besloten om zelf naar mensen toe te gaan met minder mensen? Het is namelijk zo dat door dat hele COVID gebeuren in ons land, er momenteel bepaalde winkels gesloten zijn of een beperkte openingstijden hebben. Waardoor wij dus zijn gaan inspelen op de klant en dus naar de meeste instellingen, ziekenhuizen gaan, om dan de klant tegemoet te komen. En als jullie dan naar binnen gaan, zijn jullie dan voor de helft wel helemaal leeg of helemaal uitverkocht? Meestal helemaal uitverkocht. Dus het is toch wel een goede aanzet van de melkcentrale om zelf dan naar de consument toe te stappen? Ja, dat is alleen om de consument ook tevreden te stellen. Want we hebben een winkel daar aan de Van het Sigastraat. En men zegt altijd van de winkels in de buurt zijn dus gesloten of ze zijn beperkt open. En waardoor men dus dan in de winkel bij ons komt. De winkel wordt nu extra drukker. En dus wij zijn dan toen daarop gaan inspelen en hebben gezegd, dan gaan we nu naar die instellingen, want mensen werken net als we hier bij ATV zijn. Dus dan is het dan makkelijk voor de arbeiders van ATV om dat wij naar de klanten moeten komen. Het afgelopen weekend was het paasweekend, dus nu zijn jullie dan weer begonnen met werken. Waar gaan jullie na ATV naartoe? Na ATV ga ik naar Telesuur, Havenlaan. Mm-hmm. En daarna denk ik naar Havenbeheer, NV. Dan denk ik dat ik al uitverkocht ben. Dan moet ik naar binnen en dan ga ik weer verder. We moeten straks ook naar Esther Stichting. Dus er zijn ook stichtingen die zelfs bellen en vragen van voor melk en melkproducten. En dan gaan we geven ze een tijd op en dan gaan we tegen die tijd naar die desbetreffende stichting. Wij vinden het sowieso een goede aanzet en wij wensen jullie heel veel succes. Ja, dank u wel. Oké, kijkers, u heeft het zelf gezien. Ik heb ook een pakketje, dus wij hopen dat de melkcentrale hiermee de consument beter tegemoet komt. Tot zover verslaggever Sifra Goudland in gesprek met melkcentrale medewerker Wiresh Ramlakhan. De melkcentrale probeert de consument tegemoet te komen door de producten zelf aan de man te brengen.